Het is dan wel heel triest, hè, dat als je 82 bent geworden, dat de mensen zeggen, ach ja, u bent Lia Dorane, oh ja, van Ali Siankali. En dan heb je een heel arsenaal aan werk geleverd, wat best ook heel veel succes heeft opgeleverd. Je hebt hier, voor de Caucasische Krijtkring heb je de medaille van het jaar gekregen. Dat geldt allemaal niet. Nee, Ali Siankali. Ja, je moet er ergens beroemd mee worden. I was happy then. He used to take care of me. Oh, won't you bring him back again? Ever since the world began, a woman's got to have a man. Forgetting him, you see, means you're forgetting me, like my forgotten Nestor. Irma. Ah, die Dolly, 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 mijn hart staat op zijn kop. Ah, die Dolly, 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 mijn hart gaat weer hard op. Alles draait door elkaar, oh ik voel me zo raar, want ik moet steeds kijken naar jou, lekker smoel. Die Dolly. Nestor. Een echte vent verwarmt je lijf, verwarmt je hart, je voelt je een wijf, maar ze namen hem mee. Mijn man, mijn vriendin. Zes jaar geleden was er een bekende Nederlandse cabaretière die de sprong waagde van het cabaret naar het grote toneel. En op het ogenblik speelt ze iedere avond Shakespeare bij het Nieuw Rotterdams Toneel. Ach, Pisanio, het was een triest afscheid. En ik had hem nog zoveel lieve dwaze dingen willen zeggen. Hoe ik op dat en dat uur aan hem denken zou met die en die gedachten. En
Ik had hem laten zweren dat geen Italiaanse mij mijn geluk en hem zijn eer zou stelen. En ik had hem opgedragen mij te middernacht om 's morgens 6 en 's middags 12 uur in een gebed te herdenken. Want dan zou ik voor hem en door hem in de hemel zijn. En ik had een afscheidskus nog willen heiligen met magische woorden. En dan komt mijn vader en schudt als een meedogenloze ijswind al onze knoppen af, lang voor hun bloeitijd. Zes jaar lang ben je nu op het toneel. Als je daar nou aan denkt en je zou moeten zeggen zo ineens in een flits, dat was een van de fijnste dingen die ik gedaan heb, wat zou je dan zeggen? De fijnste dingen? Ja, dat zou dan zijn de rol van Masha in Tsjechov, stuk De Meeuw, onder regie van Sharov. Dat was toch maar een heel kleine rol, maar dat vond je fijn. Och, dat was verrukkelijk door de sfeer waarin deze man, deze Sharov, regisseert en alles eruit probeert te halen. Het was echt een evenement. Ja, ja. Voor mijzelf en ongetwijfeld ook voor een heleboel kijkers is een van de geweldige hoogtepunten geweest in die afgelopen 6 jaar Irma La Douce. Ja, dat was... Ik vond het zo fijn dat alles is wat je in de loop der jaren hebt geleerd, hè, bij het cabaret, bij de revue, ik zie je nog van de bouwmeester revue trappen afkomen. Dat deed je gewoon omdat je dat wilde leren, ja. Je wilde kostuums leren dragen, je wilde je helemaal leren bewegen op het toneel. Ik vond al die dingen zo prachtig gecombineerd in Irma La Douce. Ja. Je was daar een uitstekende zangeres in en je hebt voortreffelijk gespeeld. Ja, dat zullen we niet gauw vergeten. Het was een feest voor ons allemaal. Maar het was voor ons ook een enorm feest. Vraag maar eens aan Jan Blok. Wat een feest dat was. Hè, Jan? Heerlijk. Ja. Heerlijk was dat. Kwets maar en kwel maar. En schimp maar en scheld maar. Ja, maak maar tumult. Ik ben toch dol op jou. Vol van jou, ik blijf van jou. Wit zijn. En wie in de partij, wie of wie, zou het meest charmante lid zijn? Nathalie, oh Nathalie. Hij ging mee naar de universiteit. Jij die slentert over straat met zo'n air. Kan me niks schelen, jij wiens leven overwinnen door men gaat. Ook al dreig je af en toe in die doornen te verstikken, denk in dat soort ogenblikken waar het om gaat. Waar het om gaat zijn de rozen. Waar het om gaat, zijn de rozen. Waar het om gaat, zijn de rozen. Anders niet. Om te ontdekken waarvoor we leven. Waarvoor we lijden. Ach, als we dat maar wisten. Als we dat maar wisten. Ja, dat is zweimal, dat je nog een wist. Zweimal. Zweimal? Zweimal, ja. Als we dat maar wisten. Ja.
Jij moet niet vergeten dat mama een oude vrouw is. Een heel oude vrouw die wij allemaal een prettige oude dag moeten bezoeken. Schandaal. En natuurlijk heeft mama graag dat wij Constance weer in onze familie opnemen als zuster. Constance is toch even goed een kind van mama als wij? Het is allemaal al zo lang geleden gebeurd. Ze is nou al 15 jaar met Van der Welke getrouwd. Woont u hier al lang? Jos woont hier al 30 jaar, maar ik woon hier pas 6 jaar. Omdat Marleen vertelde dat u al 2 volwassen kinderen hebt. Ja, dat is ook zo. Die hebben we ook. Maar 6 jaar geleden konden we pas trouwen. Hmm. Ja, hoor eens. Administratief is het leven van Jos altijd nogal chaotisch geweest. Maar officieel ben ik pas een derde vrouw. We hebben samen 3 kinderen. Ieder uit een ander huwelijk. Maar hoeveel kleine boswinkeltjes er nog meer rondlopen, geen idee. Is zoiets te verwerken? Het is niet altijd even makkelijk geweest. Maar ik heb het hem ook niet altijd even makkelijk gemaakt. Wil je een glas sherry? Borrel? Wordt het zo langzamerhand niet onze tijd? Oh, wel nee, jullie blijven toch eten? Jos heeft speciaal 2 konijnen geslacht. Zelf? Alleert, draait hij zijn hand niet voor om. Maar niet verslagen, wachtend op haar zoon. Ze legt haar klachten op de zee. De wind zal ze naar Leros dragen. Bij de zee, toe breng jij mijn zoon terug. Bij de zee, breng mijn zoon terug. Bij de zee, toe breng jij mij mijn zoon terug. Bij de zee, breng mijn zoon terug. En na zoveel jaren, Georgette, Lia Dorana. Ja, ze is er. Ja. En niets van Anita. Laat ik het al van de week over je gehad hebben. Oh, kom je weer terug op de bühne, Lia? Ach, ik weet het niet. Jawel, niet. Kunnen we? We moeten doen. Het was zo goed van je. Wie begint? Georgette. Mes hommages. Het is zo lang geleden en toen ik je voor het eerst zag bij Zonveld. Ja? Ik heb nooit Georgette durven zeggen. Altijd mevrouw. Waarom? Ja. Wat vreselijk. Ik had zo'n vreselijke bewondering voor je en je was de eerste vrouw die een one-woman show deed. Ja. En daar waren we allemaal zo verschrikkelijk van onder de indruk. Romantische Lisbeth werd gestalte gegeven door een actrice die meer dan 10 jaar lang de steunpilaar is geweest van het Rotterdams toneel. Al jarenlang is zij diep in Frankrijk ondergedoken, maar vandaag niet. We zijn vreselijk blij dat vandaag bij ons is Lia Dorana! Lia! Hij is een moe van A tot Z. Hij legt de muis in het buffet en krijgt 6 jonkies in mijn bed. En altijd is er wat, maar toch is het zo huiselijk en zo genoegelijk met een kat. En als ik 65 ben en op een hofje woon, met af en toe een briefkaart van mijn zoon, dan zit daar in de vensterbank een kater in het raam en knabbelt weer een bloem van mijn cyclaam. Ik hoef voor niemand meer te koken, alles is aan kant. Ik leg alleen een stukje bokken netjes op een krant. Alleen de poes blijft bij je als je eenzaam zit te breien. Want mensen,
blijven niet bij. Hij zet zijn nagels in de stoel, trekt rafels aan de hele boel. En trekt dan een ondeugend smoel, en altijd is er wat. Maar toch is het zo huiselijk en zo genoegelijk met een kat. Toch, in Rotterdam, daar kun je zomaar wandelen. Hè? Een stad van enkel bouwen en van werken. Uw dochter, de stad van der Mandelen, daar zal je van de misdaad wel niks merken. Maar dan ben u maar buis, hoor. Want het is er vaak niet pluis, hoor. En dat komt dan door mij. En ik ben Ali, Siagali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. En kijk, ik is fijn gaan op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam. En ik lok de heren mee naar de Kaskdee. En ik doe wat in de thee. En even later, hoi, dan hoop ik. Ober, wil u nu even komen dan? Er is weer een persoon niet goed geworden. Ik ben Alicia Kali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. Tijd van Wim Sonneveld. Hoe lang heb je daar gezeten? Ik geloof dat ik bij elkaar zo'n 5-6 jaar bij hem geweest ben. En hij deed, laten we zeggen, je was met een aantal mensen toen? Ja. Met een groep. Hij deed niet, zeg maar zoals kan, na de pauze. Nee, hij deed wat conferences. Wij deden gewoon met de mensen die hij had, daar werd het programma mee gemaakt. En daar deed hij tussendoor ook zijn liedje of zijn sketchje of wat dan ook. Ik dacht, ja, maar ik als ik aan het toneel wil, dan moet ik het grote toneel, moet ik dit, hoe krijg ik dat? En toen bood mevrouw Bouwmeester mij iets aan of ik bij de revue wilde komen. Die was beroemd van die hoge, huizenhoge trappen, afgekomen met schitterende kostuums met pailletten. En daar heb ik veel geleerd hoor, want die treetjes waren niet breder dan zo, want hoe smaller ze waren, hoe hoger de trap kon zijn. Bij een voorstelling is toen Jan Teurlings geweest en die kwam achter in de kleedkamer en die zei, zou jij aan het grote toneel willen? En dat wilde ik altijd al, maar ik wist echt niet hoe, want ik had geen toneelschool gehad, dus ik zag dat niet zitten. En dan om helemaal opnieuw te beginnen, ik begon echt al een beetje naam te krijgen. Dat vond ik nou niks. Dan zei hij, ja, wil je dat? Ik zei onmiddellijk, ja, natuurlijk. En ik wist ook niet wat ik zou gaan doen. Dat vroeg ik niet. En ik zei, ja, zei hij, als je maar weet dat je veel minder gaat verdienen. Ik zei, oh, maar dat kan me niks schelen. Dat doet er niet toe. Nou, zo is het begonnen. En wat bleek het toen te zijn? Dat ik een hoofdrol had in dat stuk Thee en Sympathie. Dat was even een kluif voor iemand die, had ik gelukkig wel jaren toneelervaring door op het toneel te staan. En dat was een succes? Ja, als er in de krant staat het Rotterdamse toneel gered door Thee en Sympathie, dan geloof ik wel dat we het goed gedaan hebben. Ja, en je begrijpt natuurlijk iemand die van cabaret komt, van de kleinkunst, en die dan ineens op het toneel staat, de grote K. Dat kan toch nooit goed gaan volgens omstanders, maar het ging wel goed. En het Rotterdamse toneel had dus ook, een huis waar ze hun acteurs... Ja, dat was toeval. Die hadden een huis, want er moesten natuurlijk een heleboel acteurs en actrices, die woonden eigenlijk in Amsterdam. En was er heel geen gebrek aan huizen hoor. Maar ze hadden dat nou toevallig, dat huis. En toen hebben ze dus gevraagd wie daar eventueel gebruik van wilde maken. Nou, dat leek me wel wat. En ik had de zolder gezien. Was me een joeken van een zolder met balken. Heerlijk. En daar woonde, Pieter Lutz woonde er. Pieter Lutz, John Lanting. Manfred de Graaf. Manfred de Graaf, ja.
waren een heerlijk stel met z'n allen. We gingen ook naar Ibiza. Maar toen was Ibiza nog heel mooi en primitief. En dan, dan ging ik met mijn MG'tje. Reden we naar Barcelona. Daar op de boot. Met de wc-rollen. Ja, ja, op de boot met de auto. En dat was nog de tijd dat die boot alleen maar de boot ging en nog niet het vliegtuig was. We hebben dus ook prachtige stukken gespeeld. Marivaux, Molière. Nou, ik stond in Rijp en Groen. Ik stond in Klassiek en in Detectives en weet ik veel allemaal. Oh, het was heel spannend. En zo hebben we met Irma La Douce bijvoorbeeld. Dat werd geregisseerd door Georges Vitali, hij was een Fransman. En toen ben ik met Georges Vitali gaan zitten en met Ton Lutz. Dan zei hij, ja, maar er moet nog een liedje tussen. En dat hebben we samen een liedje gemaakt. De tekst, althans de muziek was er, maar dat was een beetje vreemde tekst die nergens op sloeg. Want toen hebben we daar samen op een avond. En dat kon met Ton, dat was... Ik wist wel dat hij een ijdeltuit was, hoor. Dan kon me niks bommen. Het was een man waar je heerlijk mee kon werken. En maar we werkten gewoon, al was het tot midden in de nacht hoor, als het moest. Ja. En wij vonden het gewoon heerlijk. Je had een Louis d'Or. En dan had je die andere van Harlequin. De vrouw manbouwmeester. Oh, ja. De Theelmanbouwmeester. Dat was voor de vrouw. En die andere die was voor de mannen. Je moest 5 hoofdrollen in een jaar fantastisch hebben gespeeld. Wilde je die Louis d'Or krijgen. Wie had er nou in godsnaam 5 perfecte hoofdrollen die hij voor zichzelf uit kon kiezen. Dat was Paul, die kon dat. En maar ja, die was een geweldig goed acteur, maar die kon dat natuurlijk wel halen. Maar de beste rol van het jaar, 1, dat was al heel wat. En daar kreeg je die man-bouwmeester voor. Een Edison zie ik ook staan in de kast. Ja, Edison. Edison. Dat heb ik eigenlijk voor Irma en Kiss Me Kate gekregen. En dan heb ik dus natuurlijk, dat vond ik reuze leuk, wie daar nou voor gezorgd heeft. Het diamantenhart voor heel mijn oeuvre, door Rotterdam geschonken. Nou, dat vind ik geweldig. Daar ben ik het blijste mee. Toen het toneel op een gegeven moment stopte, je bent op een gegeven moment naar Frankrijk gegaan. Ja, en toen, En 30 jaar teruggetrokken. Ja. Geleden. Goed hoor, voor je. Ja. Goeie lucht. Ik denk nee. Ik wacht wel af. En er kwam niks. Dus dacht ik, nou goed, oké. Moet je luisteren, dan hebben ze me niet nodig. Ja. En toen dacht ik, nou dan is mijn taak ligt nu hier, naast mijn echtgenoot. En toen ik dus eigenlijk terug moest naar hier, toen had ik het liefste dan in Rotterdam gewoond. Even naar de radio toe, in Hollandse aan het Huis. Ja, wanneer, Kees. Daar zaten we met de familie toch rond de tafel allemaal naar te luisteren. Ja, dat heeft Erfjes hebben jaren gedaan. Ja. En in die tussentijd speelde ik, hoe heet het? Thea Sympathy. Ja. Om de 14 dagen hadden we dus die opname. En s'avonds dan ging ik terug naar Rotterdam en speelde ik Thea Sympathy. Ali Siankali. Ja, ik ben Ali Siankali. De gevaarlijke vrouw van Rotterdam, maar ja. Heeft Annie Schmid dat geschreven, speciaal voor jou, wisten dat je dat... Nee, het was dus zo dat ik was al opgetreden, zeg maar, in het hele verhaal. Hetty, die was Jean en Hetty had een nicht in Rotterdam. En toen is Annie Schmid op het idee gekomen om toch voor mij ook eens iets te doen... voor dat Rotterdams. Zij vroeg aan mij wel, Annie, als jij nou termen weet of gekke dingen weet, uitdrukkingen in het Rotterdams, en dan moet je me dat wel zeggen, want dat kan ik er dan tussen werken. Nou, toen ben ik in Rotterdam, had ik een kennis die had een klein distilleerderij, een wijnhandel, een kleine wijnhandel in Zwaanshals. Nou, en dan vertelde hij, ja, dan komt er weer een vrouw binnen met lege fles. Die wil ze inwisselen en nog meer lege flessen. Papillotten zitten nog in haar en dan is het zo. Kan ik een maatje krijgen? Weet je wel, dan maatje we nog. Ja, maar er zit nog in, had hij gezegd. Oh, zegt ze nou. Dat hij nou, hier heb je een glaasje.
Dus over de toonbank. Het vrouwtje schenkt het in en die zegt... slokte erachter en zegt... smaak als ham. Er kwamen allerlei verhalen van ja... mijn man die moet nou tegenwoordig moet hij liberaal water drinken. Want hij wordt geopereerd aan een pupil op zijn blaas. Nou, zo als komt er maar een pupil op zijn waterblaas. Helemaal nergens meer naartoe. Zo moe als ik. Alleen maar naar bed en geen gedoe. Zo wijs als ik. Een vredig bestaan met iedereen. Met iedereen. De storm. Wat zou u doen? Ik sta nu zo onder dwang en ik ben heel erg bang voor al. Dus vertel me, ik wil weten. Wat zou u doen in mijn geval? Jij aan wie ik deze raad in dit lied heb gegeven, weet nu waar het in het leven toch om gaat. Want het werkelijk geluk, of hoe je het verder ook wil noemen, is gewoon die vaas met bloemen die daar staat. Waar het om gaat, zijn de rozen. Waar het om gaat zijn de rozen, waar het om gaat zijn de rozen anders niet.